Hoofdstukken van de achterkant, ja, heel goed, dankjewel. Er zijn een paar dingen die we gaan doen om het ook een beetje op te leuken. Maar eerst, dames en heren, eerst even een paar dingen. Heeft iemand een tactiek bedacht, of niet? Zijn er mensen die tactiek hebben bedacht? Ja? Geoefend? Ja? Dames en heren, als u een kussen weer even bijpakt. En dan gaan we even voor de avond is. Losdraaien. Kijk eens. Dan gaan we even gewoon even een paar keer door de knieën heen. Kijk eens. Zo. Dames en heren, nog één keer uitrekken. Hand omhoog. En dan gaan we even naar de tenen. En dan kunnen we even gewoon even lekker de voetjes even losmaken. Gaan we gelijk even stemmen van, we gaan hem even zingen. Dit is hoofd, schouders, knieën, teen. U mag uw kussen even laten vallen op de grond. Teen, oren, ogen, puntje, pak. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. En dan 2, 1. Heel goed, en ik denk meneer, ik denk niet meer. Dus die meneer mag nog even snurken alsof je aan het slapen bent. U slaapt staand? Ja? Oké, mag u weer opstaan? Al hinkelend gaat u verder in het gevecht. Ja, gaat dat lekker? En wat gebeurt er als ik 2 roep? Gaat u op 1 been verder? Dat is een freeze. En wat gebeurt er? Ja, Barend. Wat gebeurt als ik 4 roep? Oh ja, zie erin, hè? Kom, please. Ja, ik heb de armen op de achterkant. Ik ga doen. Oh, je komt weer tegen je, en daar liggen ze weer. Ja, we gaan van de stad. Even rustig gaan. Even ademen. Even bijkomen. Ligt op kussen lekker, of niet? Yeah. Ja, goed hoofdkussen. En dan maar gaan met z'n allen weer doen. Kom. Thank you.
Kijk iemand uit! Twee! Op één been, hè? Op één been! Zijn daar zijn ze? U kunt zien, en dan ligt u misschien ook straks hier binnen deze arena in het kussengevecht. En is uw kans om gewoon even met een kussen flink los te gaan op de medemens. Ik kom niet, maar kom maar. Kom hier. Nummer 3. Ja, hij moet toch wel tegen, dus ja, maakt het wat makkelijker. Ik heb nog geen 4 gezegd, hè? Of die wel, maar... Zie hoe dan als het werk gaat. Het grootste tussengevecht hier van de... Ja, die hebben we wel. Hij gaat tegen. Ja, ik heb een stuk benaderd en gezegd, hier is. Zo. U mag nog even in de ring blijven staan. U mag wel even applaus voor Barend ook nog. Kussen vallen. U mag op de grond laten liggen. Wilt u nou straks nog een keer geven?